Neem je professionals serieus. Dat is eigenlijk waar dit filmpje over gaat. Als ondernemer ben je altijd bezig met waar jouw kracht ligt. En dat is niet voor niks jouw onderneming. Dus dan is het heel belangrijk om van tijd tot tijd een terugblik te krijgen van waar ben ik nou goed in en waar ben ik nou minder goed in. En dat je daarin kijkt wat de professionals om je heen doen. Nou, dat zou bijvoorbeeld kunnen betekenen dat je je accountant serieus met wat vraagstukken stelt. Of hoe zit je met je PR? Of als jij een spreker bent, zoals ik dat nu heel graag zou willen, en met mijn theater, dat je eens kijkt van hoe zit het met mijn agendabeheer, waar kan ik in ondersteund worden, of wordt mijn website wel op de goede manier gediend. Nou, dat is wat ik jullie graag mee wil brengen. Neem je professionals serieus. Nou, ik zit nu even in een restaurant en daar gaan glazen gaan daar kapot. Dus dan denk ik, zal niet voor niks zijn. Scherven brengen geluk. Misschien horen jullie het wel, ik ga hem niet overnemen, maar misschien moeten ze hier ook eens kijken of ze het helemaal goed doen. Maar net heerlijk geluncht, dus ik denk dat het hier wel snor zit. De komende tijd is het gaaf om te kijken voor jou als ondernemer, om te kijken van waar heb jij dit afgelopen jaar nou echt in geknald en is dat onwijs goed gegaan en waar zou je nog wat hulp kunnen gebruiken. Succes! En als je meer informatie wil, ga ik er graag met jou eens een kop koffie over drinken. Kom in de flow met Go for Grow.